Aan de ene kant vond ik de verkiezingsuitslag afgelopen woensdag voor de hand liggend. Aan de andere kant zaten er natuurlijk ook wel verrassende elementen bij. Behoorlijk verrassend. Zo ook natuurlijk het Forum voor Democratie. Thierry Baudet heeft met het Forum voor Democratie namelijk 2 zetels in de wacht gesleept. Maar wie is nou eigenlijk die... We weten vrij weinig over die man, die lavendelruikende mafketel. Hij praatte in het verleden min of meer verkrachting goed en deed racistische uitspraken. En deze meneer komt dus gewoon in de Tweede Kamer. Dat zijn feiten. Ik vraag me af of de mensen die op hem gestemd hebben dat echt ook allemaal geweten hebben. Hij schreef destijds bijvoorbeeld een essay waarin hij aangaf begrip te hebben voor vrouwonvriendelijke versiermethoden van Julien Blanc. We gaan luisteren naar een interview uit 2014 toen hij te gast was in De Wereld Draait Door. Ja, hij heet Julien Blanc en hij noemt zich vrouwenversierexpert. En hij houdt de wereld bezig. Australië gooide hem het land uit. Engeland en Brazilië weigerden hem een visum. Canada, Argentinië en Korea overwegen hetzelfde te doen. En het voor december aangekondigde versierseminar in Amsterdam heeft al tot een burgerpetitie geleid. En de Partij van de Arbeid gaat raadsvragen stellen aan burgemeester Van der Laan. Vanwaar deze ophef? In de drukbezochte cursussen die Julien Blanc en zijn bedrijf RSD over de hele wereld geven om mannen te leren hoe ze vrouwen het bed in kunnen krijgen, zou hij verkapte tips voor aanranding geven. Hij roept onder andere de man op zeer dominant te zijn en een nee van een vrouw niet als een nee te accepteren. Tegenstanders kortom op de banken, maar schrijver Thierry Baudet publiceerde op de Post Online een stuk met als kop Julien Blanc heeft volkomen gelijk. Aan tafel Thierry Baudet en Geraldine Kemper. Ik begin uiteraard met jou. Dankjewel. Julien Blanc heeft volkomen gelijk. Waarom? Nou, misschien belangrijk om te zien, deze man is dus een grootheid in de wereld. Hè. We noemden allemaal landen. En deze versiercoaches, ik heb me erin verdiept. Ik heb een boek over geschreven. Zeker. Over een Nederlandse jongen die ook die wereld ingaat. En ik heb me ook daar een beetje in verdiept. Dit zijn mensen die reizen de wereld rond. Van land naar land. Komen overal zalen tegen die, nou, zeker zo groot zijn als deze studio met 100, 200, 300 man. Die allemaal tips krijgen. Die eigenlijk gaan om, hoe voel ik mij als man senang? Hoe kan ik nog een man zijn in deze tijd met alle emancipatie, met alle andere ontwikkelingen die er zijn? Mm-hmm. En een onderdeel daarvan is natuurlijk ook liefde, seks enzovoorts. Maar de les is eigenlijk breder. Het gaat eigenlijk over wat betekent het om man te zijn, Matthijs? Ja, dat begrijp ik. Maar het spit zich toe en de discussie spit zich toe. Ja, en ook de aversie spit zich toe, ja, als het gaat om de seks. En dan specifiek over een aantal uitspraken die hij gedaan heeft, die waarvan ik kan zeggen, dat weet ik, dat is absoluut niet de kern van waar die boodschap over gaat, die deze versiercoaches leren. Mm. Maar dit moet je eigenlijk zien als het soort praat die mannen met al heel veel testosteron erbij elkaar opzwepen in de kleedkamer na een voetbalwedstrijd. En grote tieten en dit. Dat is gefilmd, dat is uitgezonden. En het tekent de hysterie van onze tijd. Dat iedereen daar volkomen op focust. En nou, verkrachting, daar gaat het helemaal niet om. Nou ja, even een uitspraak. Als een vrouw nee zegt, niet accepteren. Dat bedoelt ze. Ga door. Ja, ga door. Ja, nou. Maar dat betekent niet dat je geweld moet gebruiken. Integendeel. Het gaat erom dat in dat versierspel, in dat flirtspel, we hebben een tijd waarin jongens en mannen leren om vrouwen te respecteren, om ze te bewonderen. Ja. En nooit iets tegen hun zin te doen. En het resultaat is dat we eigenlijk niet meer weten hoe we moeten flirten. We weten niet meer hoe we het spel van aantrekking moeten spelen. En het nou, even terug. Even 2 zinnen terug. We leven in een tijd waarin we de vrouw respecteren. He? Daar begon je mee. Dat lijkt mij een hele gezonde aanleer. Ik mag ook hopen dat we in die tijd leven. Ja, maar nog, zo zijn we verleerd. Dat was namelijk je om te flirten. Ik begrijp die connectie die jij als vanzelfsprekend ziet, zie ik niet. Nee, nou, misschien dat dit soort seminars dan niet zo nodig zouden zijn voor jou. Maar er zijn heel veel mannen die het niet goed lukt om hun verlegenheid en hun bewondering voor vrouwen, want die is er. Vrouwen zijn natuurlijk heel mooi, zijn heel interessant en aantrekkelijk. Zijn ook eerder seksueel rijp dan mannen. Waardoor er een ongelijkheid in de puberteit bestaat. Waardoor mannen eigenlijk heel veel onzekerheid opbouwen. En mensen als Julien Blanc, die hebben zo'n succes omdat zij mannen daaroverheen helpen. Geraldine, wil je nu al wat zeggen of zullen we even kijken hoe de wereld te hoop loopt tegen deze Julien Blanc? Ja, ik ben niet eens met alles wat Julien Blanc zegt, maar laten we even kijken. Ja, we zien er nu even, dan hebben we ook het idee dat het zich niet tot Amsterdam beperkt, waar hij wel of niet gaat komen. Ja. Dit is de rest van de wereld in gesprek over deze jongeman. Protesters shouted walk of shame at a group of young men disembarking a boat at South Bank Thursday night. The men had gathered for a seminar by controversial pickup artist Julien Blanc. What attracted a caveman back in the day, or cavewoman,
is still what attracts a woman today. Hashtag choking around the world and his suggestion that men should pick up women by going and grabbing them by the throat or forcing their heads, you know, places that we can't talk about breakfast television. Well, is that the kind of thing? The suggestion of that, yeah, the line has been crossed. Now, bad news for any of you hoping to attend a dating seminar to pick up tips from the so-called pickup artist Julien Blanc. Can't believe any Channel 4 news viewers would, but there we are. The American has been refused entry to the UK on the basis that his presence could cause an increase in sexual violence and harassment. Ja, dit zijn een beetje de stemmen over de hele wereld. Is hier die? Deze man die staat natuurlijk voor een groep mensen die willen alles horen wat hij zegt, want ze hebben het niet, het lukt ze niet. En als zo'n belangrijk iemand, want voor hun is het een hele belangrijk iemand, dan zulke nare dingen zegt, mm-hmm. dingen die echt, ja, je moet isoleren van vrienden, je moet dreigen met zelfmoord, eigenlijk gewoon, dat kan toch niet? Je kan toch niet iemand zo, deze man is hun god. Ja, hij leert ze, even voor de goede orde, er komen verlegen jongens binnen. Verlegen jongens die weinig meisjes versieren, die zin hebben in seks. Dat kunnen we ons allemaal voorstellen. En hij leert ze trucs. Hij leert ze trucs, want die jongens willen eigenlijk zo snel mogelijk die seks, om in snelle tijd, in korte tijd, die vrouw wel te pakken. Ik zou zeggen dat het niet alleen gaat om het leren van trucs, maar dat het uiteindelijk gaat om het zelfvertrouwen ontwikkelen, om daadwerkelijk tegenover een vrouw te staan, om een gesprek met haar te beginnen. Het heel belangrijk deel is opening van deze seminars. Hoe open je een set, noemen ze dat? Een two-set, twee vrouwen. Een three-set, drie vrouwen. Je komt een café binnen. Wat moet je doen? Je ziet een mooie vrouw. Mannen verstijven heel vaak. Je leert ze manieren om daarmee om te gaan. En nou, bijvoorbeeld de persoon in mijn roman, die slaat op een gegeven moment door. Die schiet door. Ik denk dat inderdaad een mogelijkheid is. Nou, ja, maar is dat... Maar het belangrijkste element hierin is dat het mannen en vrouwen de gelegenheid geeft om juist zonder een heleboel dingen die we ons aanleren met elkaar om te gaan. Dus ik zou zeggen, Julien en zijn ik ga je even leren mensen dingen af en niet aan. Namelijk, ik begin van jouw stuk. Ik lees even twee zinnen. Jongens waren we, maar aardige jongens. De beroemde openingszin uit die Taantjes van Nessio ontroert vanwege de nederlaag die erin besloten ligt. Het is de nederlaag van de romantische, goedbedoelende puberjongen die van zijn moeder geleerd heeft dat je meisjes moet respecteren, dat je lief voor ze moet zijn en nooit iets tegen hun zin in moet doen. Ja. Zo zijn wij inderdaad opgevoed. Ja. En gelukkig wel. En zo heb ik geloof ik ook mijn eigen zoon opgevoed, als ik me niet vergis. Wat is daar tegen? Ja, daar is op zichzelf niet zo vreselijk veel tegen. Maar het is een nederlaag. Ja, het gevolg is alleen dat heel veel jonge mannen afgewezen worden door vrouwen. Omdat er in de vrouw iets tegenstrijdigs zit. Namelijk, aan de ene kant wil ze respect en wil ze serieus genomen worden enzovoorts. Aan de andere kant wil ze ook... wil ze ook een man die de leiding neemt, die haar niet bewondert, maar die juist een zekere, ja, die haar op haar plaats zet. In weerwil van het dominante discours over het zwakke geslacht is geen diersoort zo vreed als de jonge vrouw. Ik citeer jezelf. Ja, dat is waar, hè? Dus er zijn ontzettend veel hele nare, jonge, mooie vrouwen. Matthijs? Ik neem het aan. Jij weet het denk ik meer van dan ik. Als dat zo is, en je wil daar dus toch bij geraken, dan is er nog maar één weg en dat is deze evangelist. Als een vrouw zegt, dat je dat helemaal niet dat moet je nemen. Dat je niet moet denken, ze zal wel nee bedoelen, maar dat je zegt van, schatje, we gaan nog even wat drinken. Dat je nog even door, dat je nog even aandringt. Maar hij heeft letterlijk gezegd dat je een vrouw beet moet pakken en dan naar je kruis moet duwen. Dat heb ik hem zien zeggen. Ja. Dat heb ik hem zien doen. Maar weet je wat er misgaat? Dat is niet onderdeel van de training. Hij zei het tegen heel veel mensen. Dus, maar de context van die uitspraak is... uiteindelijk gaat het erom dat... En dat zijn het soort dingen die mannen tegen elkaar zeggen... in de kleedkamer van een voetbalwedstrijd. Is dit een heel soort oppervlakkig gelul eigenlijk, als ik het even zo mag noemen. Want het... Ten eerste, vrouwen versieren. Gaat het om zoveel mogelijk vrouwen in bed te krijgen? Of wil je een duurzame, gelijkwaardige relatie? Dat mannen zelfverzekerd moeten zijn, daar ben ik het echt helemaal mee eens. Maar dat je trucjes moet leren en een beetje spierballen. Kijk, als ik zo zou gaan doen, zoals die man zegt, ik zou naar hem luisteren, dan zou ik keihard door vrouwen uitgelachen worden, omdat ze zien dat ik niet echt ben. Maar ze weten dat ik van binnen zelfverzekerd ben. Af en toe een grapje, af en toe een beetje onhandig. Daarvoor heb ik altijd heel veel vrouwen kunnen versieren, die ik ook echt wilde. Ja, maar ik heb altijd vrouwen, dat je zult niet zeggen. Maar ik heb echt best wel nooit vrouwen in bed gehad. Twee dingen. Ten eerste, het gaat niet alleen maar om trucjes. Als je die seminars volgt, ik heb dus eentje meegelopen, als research voor mijn boek. Het is eigenlijk
Het gaat niet alleen om trucjes, het gaat er veel meer om dat je wordt wie je wil zijn en dat er allerlei dingen in de weg zitten, zoals schroom, zoals verlegenheid, die mannen tegenhouden. Tweede punt is, als het niet zou werken, dan zou het niet zo succesvol zijn. Blijkbaar, en het gaat hier niet om dwang, het gaat erom, als een vrouw niet meer wil, gooit ze het drankje in de jongens gezicht en draait zich om. Er is niemand die geweld of dwang predikt, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je een bepaald soort... Nee, maar dit is, nee, luister, dit is een geintje gemaakt. Ja, maar die geintjes, nee, ik denk niet... De kern van de zaak is dat hij leert mannen om vrouwen verliefd op zich te laten worden. Mm. Ik vind het gewoon bijna eng. Het is gewoon eng, jawel. Zo'n iemand die zegt dan dat je dit en dit en dit moet doen, een paar punten waarvan ik denk, nou, het is goed dat je maar zelf Maar jij hebt je duidelijk helemaal niet in de materie verdiept. Ik heb het zeker even in de materie verdiept. Maar het is toch vreemd dat zo'n iemand die dingen dan noemt. Dat je dreigen met zelfmoord, het isoleren van een vriend. Dat iemand alleen maar nog denkt van ja, eigenlijk is mijn vriendje het enige wat ik heb. Nee, maar dat zijn helemaal niet... De meest sexy vrouwen zijn het meest onzeker. Dus vergeet ze niet te behandelen als oud vuil. Ze zijn wel genoemd, al deze dingen. Ja, dat klopt wel. Nou ja, ik geef maar even... Je kan dit allemaal excessen noemen, maar dit is wel zijn repertoire. Dit komt elke keer terug. Dus hij kan zich er ook niet meer met een grapje van afmaken. Nee. Want dit is uiteindelijk wat hij ook zegt. Gezegd. Maar wat is nou eigenlijk het punt dan? Het punt is dat iemand propageert dat je tegenover een vrouw weinig galante houding aanneemt. Ja, maar of hij heeft ongelijk. Nou, dan is hij niet succesvol. En dan hoeven we er niet over te hebben. Of hij heeft blijkbaar gelijk. En dan moeten we dus een gesprek voeren over de realiteit van de vrouwelijke seksualiteit. De realiteit van het verleidingsspel tussen mannen en vrouwen. Ik heb een poging daartoe gedaan in voorwaarden. Ja, dat heb je nu drie keer gezegd, maar ik wil nu even praten over deze man. Jij zegt hij heeft gelijk of hij heeft geen gelijk. Jij vindt dat hij wel gelijk heeft. He? Daarom zit je hier. En daarom heb je een stuk geschreven. Namelijk, met ons kop, Julien Blanc heeft zelfs volkomen gelijk. En is een held. Sorry? Dat stond ook in je artikel, toch? Nee, dat is nog niet, maar dat vind ik wel, ja. Dit soort mensen, dit zijn helden. Dit zijn mannen die jongens bevrijden, die jongens in staat stellen om hun onzekerheid en hun verdriet te ontstijgen en om het soort minnaar te worden van vrouwen waar vrouwen ook naar op zoek zijn. Het maakt mensen, zowel mannen als vrouwen, gelukkig. De man moet de slaapkamer betreden met het idee, ik ga je pakken. Ja, het is zo. Ja. Nee, ja, dus... Matthijs. Nee, ga mij niks leren. Dat is te laat. En ik heb ook niet zoveel problemen, heb ik het idee. Maar ik, kan je iets voorstellen bij de mondiale aversie tegen deze man? Nee. Dat we toch... Totaal niet. Toch één keer dat citaat van Nessio, dat prachtige boek over die titaantjes. Jongens waren we, maar aardige jongens. Zeg jij, ja... Dat kan wel zijn, maar daar win je dus de vrouwen niet mee. Door een aardige jongen te zijn. Zo is het. Wat een vreselijke conclusie. En dat is ook gewoon ook niet waar. Het is gewoon, je moet zelfverzekerd zijn. Kijk, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, mannen, ik ook, hoor. Vrouwen vallen op zelfverzekerde mannen. Dat is gewoon zo. Maar je kan dat wel een beetje aardig verpakken en met respect. Ik bedoel, we hebben gewoon die hele emancipatie toch gehad. Daar zijn we toch hartstikke blij mee. Daarom zijn wij een beschaving. Dat breekt hij gewoon. Wil hij gewoon afbreken? Ik denk dat het juist het tegendeel is. Je ziet dat in die emancipatie enzovoort iets blijkbaar is misgegaan. En misschien is het altijd wel zo geweest dat mannen het lastig vonden om met vrouwen in contact te komen. Maar ik zal je iets anders vertellen. Dit soort coaches bestaan ook voor vrouwen. Vrouwen volgen ook massaal seminars over hoe kan ik een man versieren, hoe kan ik verleiden. Maar het gaat mis als je vrouwen naar je kruis gaat duwen. Ja, dat is ook zo. Maar het is ook onzinnig om daarop te focussen. Want dat heeft hij één keer gezegd in een min of meer... Ja, want dan moet je denken, één keer niet zeggen. Hij heeft excuses voor aangeboden. Daar gaat het helemaal niet om. Nee, maar dat zie je op internet. Dat zien alle jongens nu. Dat wordt een miljoenen keer gekeken op YouTube. Nou, niet de seminar, er zitten duizend mensen. Ja, als je YouTube intikt, hoe vaak die seminars bekeken worden? Laatste woord is voor Jillie. Ik ben het niet eens. Dat het laatste woord. Jongens, ik dank jullie. Respect.